Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het woord van het leven. Vandaag gaan we kijken in het Nieuwe Testament naar een vers in Lucas hoofdstuk 7 vers 13. Dit is het verhaal van de weduwe die liep naast de doodskist van haar enige zoon die overleden was. En ze liepen in een grote rouwstoet, liepen ze het, uh, om, om de begrafenisstoet uit. En aan de andere kant kwam Jezus tegemoet met ook een heel groot volk wat met hem meeliep. En dan zien we dat de Heere het gebeuren ziet. Hij ziet het hele grote volk wat allemaal aan het rouwen is. En de vrouw met haar tranen. En dit is wat Jezus doet zodra hij haar ziet. Lucas hoofdstuk 7, vers 13. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. Hij had medelijden. En hij zei tegen haar: huil niet. Dat is het bericht wat Jezus bracht naar de vrouw die daar liep, die niemand had om naar om te zien, die niks had om in haar eigen boodschappen te voorzien, in haar eten te voorzien. En dit is wat Jezus haar zei. Wat heel mooi is om te zien, en dat beseffen we niet altijd, we moeten kijken naar het hele verhaal. We zien hier een enorme rouwstoet. Er wordt beschreven in de Bijbel dat het een groot volk was, een grote volk, een rouwstoet. Dus het was niet één persoon die Jezus tegenmoet kwam. Aan de andere kant was Jezus dus ook met een grote groep mensen. En toch heeft Jezus individueel aandacht voor die ene vrouw. Hij heeft individueel aandacht voor haar. Hij kijkt naar haar. Dus Jezus kijkt naar ieder van ons persoonlijk en individueel. God is niet boven en ver weg. God is heel dichtbij. Jezus, die hier komt op de wereld om het hele volk te verlossen, kijkt naar haar, krijgt medelijden met haar en spreekt haar aan. Hij stopt alles en kijkt naar haar. Dat is onze God. Wat voelt die vrouw? We hebben net gezegd, ze is weduwe. En nu ook van haar zonen weduwe. Ze heeft niemand meer. Eenzaamheid. Enorme eenzaamheid. En God zegt, huil niet. Ze heeft totaal geen steun. Ze heeft niemand die naar haar omkijkt. En God zegt tegen haar, huil niet. Ze is totaal gebroken. Je moet je voorstellen, als je een oude vader of moeder of opa of oma overlijdt, is dat al heel, heel pijnlijk. Laat staan een moeder die haar eigen kind moet begraven. En Jezus zegt, hel niet. En het laatste, en dat is waar Jezus het ook heel moeilijk altijd met heeft, en dat is onze tranen. Eén traan uit onze ogen, één haar die gekrenkt wordt op ons hoofd, en Jezus heeft zelf tranen in zijn ogen. Dat is hoe de liefde van Jezus voor ons is. Jezus zegt hier, helpt niet tegen die vrouw op een manier die niemand anders kan zeggen. Die hele rouwstoet die bij haar was, die haar probeert te troosten, kan haar niet troosten. En zo moeten wij dat ook beseffen. Er zijn momenten in ons leven dat wij ons eenzaam gaan voelen. Er zijn momenten dat ondanks dat ik in een huis woon met vijf broers, twee zussen, oude papa en mama, en dat ik me toch alleen voel. En dat zijn momenten dat Jezus altijd naar mij luistert. Als je niemand hebt om naar je te luisteren. Kijk naar het beeld van Jezus, kijk naar het kruis en bid en vertel. En je zult beseffen dat je niet eens behoefte misschien meer hebt als je klaar bent dat er iemand naar je luistert. Of dat je zelfs alleen wil zitten met Jezus. Dat is wat Jezus doet met ons. Hij was dus van binnen met ontferming bewogen. Hoe beweegt God, Jezus, zich met ontferming naar ons toe? Dat kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat hij ons steunt, het kan zijn dat hij ons motiveert, maar het kan ook zijn dat hij op een moment uit ontferming, uit medelijden met ons, ons opvoedt en streng kan zijn met ons. Maar hij is ook iemand die naast je staat, een vriend die naast je staat op het moeilijke moment. Maar hel niet. Beseffen jullie hier, degene die de macht heeft om iemand zijn leven te ontnemen of iemand zijn leven te geven, is Jezus zelf. Jezus is God. Dus degene die heeft bevolen dat de jongen overlijdt, is God. Degene die weer het leven geeft is God. God is hier bereid de wereld te bewegen van zijn plek voor jouw tranen. God is te bereid hier om zijn eigen daden te veranderen voor jouw tranen. Dat is de liefde van God. God is niet hard. Heel veel mensen om ons heen willen God heel hard laten lijken. God is ver weg. Kijk maar wat er in de wereld gebeurt. God is niet hard. God is niet ver weg. Wij kunnen een individuele relatie met hem hebben en God is heel dichtbij. Ik wil samen met jullie dat wij allemaal vragen aan God om dit soort hart ook te krijgen. Vaak zijn wij strenger naar andere mensen om ons heen dan God met ons is. Als iemand overlijdt en dan kijken we iemand aan en dan gaan we dingen zeggen die juist niet helpen door bijvoorbeeld te zeggen van ja en je moet vertrouwen hebben in God en dit en dat. Nee, we zien hier Jezus die bij haar komt, met haar gaat huilen, medelijden heeft en haar troost. Soms zijn wij strenger dan God, maar wij willen het hart van God krijgen. Wij willen allemaal vragen dat God ons hart vervult, zodat wij ook een boodschap van vrede, een boodschap van blijdschap, een boodschap van liefde, een boodschap van steun, hoop en troost kunnen geven naar de mensen om ons heen. Want dat is ons uiteindelijke doel, dat wij delen in Gods daden op aarde. Een heel mooi punt wat we zien in wat de Heer doet nadat Hij tegen de vrouw zegt hel niet. Is dat hij haar ook de verlossing geeft van haar situatie. Hij zegt dan: dan gaat hij die roostoet stopt. Hij raakt de baar aan en hij zegt: Jongeman, sta op. En die jongen die staat op, begint te praten. En wat doet Jezus? En hij gaf hem aan zijn moeder. Hij gaf terug aan zijn moeder wat ze nodig heeft. Dus dat is wat de Heer met ons doet. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Wij huilen en God geeft ons wat we nodig hebben. God laat je niet alleen. God geeft jou de hoop. God geeft jou de troost. Werkelijk. Het is niet een fantasieverhaal. Het is geen sprookjesverhaal. God geeft. Op de manier die alleen Hij kan zien. Niemand had kunnen bedenken dat God zijn troost zou komen door uit de dood te laten opstaan. En dat is de weg die God geeft. God geeft jou. God geeft een weduwe dat ze sterker is dan iedereen en meer dient dan iedereen. God geeft een monnik het gevoel dat hij de rijkste man op aarde is. God geeft jou. Dus waar jij voor bidt, God geeft het. Alleen wij leren hoe wij moeten bidden. Wij leren hoe wij moeten vragen. En wij leren God de ruimte te geven om op zijn manier te geven. Maar God geeft wat jij nodig hebt. In vandaag, deze dag, in de moderne wereld: God geeft aan jou en aan ieder van ons het perfecte wat hij nodig heeft. En dat vertrouwen. Dat geloof moeten wij durven hebben, want soms is het ook een tekort aan geloof uit onze kant. Dus de vers van vandaag is een hele mooie vers en die zegt, Lucas 7 vers 13. En toen de Heer haar zag, een moment van individuele aandacht, toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei hij tegen haar, huil niet.